What is your own language? I'm French. French. Yeah. Oh, the Dutch people love French. Really? François. Yeah. All right, François. Please tell me a funny joke in François. Hallo, een hele goede dag iedereen. Welkom bij Rabona TV. Mijn naam is Mauri. Ik ben vandaag in Den Bosch. Het is donderdag 18 oktober en we gaan mensen een mopje vertellen. Eerst vraag toestemming of ze er belang bij hebben. En dan gaat het over een leuke mop. En wat het is, blijft een verrassing. Maar ik hoor ook dames op de achtergrond die ook wel nieuwsgierig zijn. Dus mensen, laten we gauw beginnen. Veel kijkplezier. Amor, vaya. Dien en Chris, ik heb een leuke mop voor jullie. Het gaat als volgt. Wat is het verschil tussen een bankovervaller en een voetballer? Dat zou ik niet weten. Ja, ik ook niet. Oké. Weet je het echt niet? Nee. Het verschil tussen een bankovervaller en een voetballer. Een bankovervaller zegt, geld of verschiet. Ja. En wat zou een voetballer zeggen? Kun je niet, man. Geld of verschiet niet. Ja. Dat is tegenovergesteld, hè? Ja. Kijk, een boef die pakt wat hij pakt. En een voetballer die wil er wat voor terug. Ja. En nu ben jij de beurt. Ja, ik ken geen moppen. Ik ben niet zo grappig, zeg maar. Ik ken nog een mopje. Waarom legt een kip een ei? Een? Waarom legt een kip een ei? Ja, weet je niet, om te broeden, om gezin uit te breiden. Wat denk jij? Ja, hetzelfde. Een kip legt een ei, omdat als de kip de ei zou schieten, hij kapot valt. Amour, vaya. Hallo, goedemiddag meneer. Welkom bij Rabona TV. Mijn naam is Mauri. Ik wens u welkom. Ik heet u welkom bij dit interview. Wat is uw naam? Marcel. Marcel, jullie zijn hier voor een bedrijfsuitje. Ja. En voor wat hoort wat, maar jij hebt informatie van ons gekregen. Nu wil ik informatie van u hebben. Ja, prima. Heel simpel. Wat is het verschil tussen een bankovervaller en een voetballer? Een profvoetballer. De een is een dief en de andere niet. Dat klopt, maar wat is dan het verschil, zeg maar, in de manier van handelen en doen? Overeenkomst weet ik wel, ze kunnen allebei hard lopen. Het verschil is dat een bankovervaller zegt, geld of verschiet. En een voetballer zegt, geld of verschiet niet. Ja. En meneer, wat vindt u van deze armbandjes? Ja, is niet mijn smaak. Dit zijn armbandjes van Greenfields. Die zijn te koop. En die kun je vinden onder deze video in de beschrijving van Rabona TV. Hello, good afternoon, all people of the Netherlands. My name is Mauri. I am from Rabona TV. I'm here with a lady. And what's her name? Lea. Lea, can I ask you a question about soccer? Yeah. What is the difference about a bank robber and a professional soccer player? A bank robber? I don't know. The difference is a bank robber will say, give me your money or I shoot. Okay. You know, a criminal to rob the bank. Okay. He will say, give me your money or I shoot you down. Okay. And a professional soccer player will say, give me your money or I will shoot not. Okay. Can you understand it? Yes, okay. Can you give me a favor? Yeah. Can you tell me a funny joke? It can be everything, doesn't matter. Please tell me a funny joke. I don't know, especially in English. I can't really speak English. A funny joke.
What is your own language? I'm French. French. Yeah. Oh, the Dutch people love French. Really? François. Yeah. All right, François. Please tell me a funny joke in François. Une blague drogue en français. Quel lent. À côté d'un mort. À côté d'un pilote. Il y a un copilote. À côté d'un mort. Il y a un comor. Yeah, that's all right, thank you, Leah. Thank you very much. You're welcome. When you go back to France? I'm here for 1 year. Great. Yeah, so we go back in July. All right. In this year you stay in the Dutch, in the Netherlands. Do you think you're gonna play soccer? I don't think so, no. All right. No. All right, thank you. I wish you good luck. Thank you. Goodbye. You too. Thank you. Bye. Bye. Rabona TV. Can you say Rabona TV? Rabona TV. Thank you very much. Horsefighter, dikke kut, boom. Dikke boktor. Mensen, dit was de video van Rabona TV. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben een aantal verschillende sketches tevoren laten komen. Met verschillende mensen, verschillende onderwerpen. En verschillende momenten van opnames. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb het leuk gehad. Ik ga weer verder. Ik heb nog meer te doen. Ik moet nog een hoed kopen. Ik moet nog maagtabletten kopen. Ik ben op zoek naar een aquarium. Ik moet nog heel veel geld lenen en uitbetalen. Mensen, bedankt voor het kijken. Heb je nou interesse in zo'n armbandje? Die zijn te koop. In de beschrijving onder deze video van Rabona TV. Groeten van Mauri.